Van oudsher geloven katholieken dat je ziel na je dood naar een van deze drie bestemmingen gaat. De hel voor de slechterikken, de hemel voor de toppertjes en het vage vuur voor de rest. In het vage vuur word je gezuiverd en levende mensen kunnen een handje helpen door fanatiek voor jou te bidden, zodat jij kunt promoveren naar het hemelse paradijs. Holy moly! Zo'n 1000 jaar geleden wordt er in een klooster in Frankrijk de 2 november aangewezen om al die zielige zielen te herdenken. Eeuwen later heerst in Europa een ware pestepidemie. En veel overledenen komen terecht in anonieme massagraven. Om te zorgen dat ook zij nog een kansje maken op een ticket naar de hemel, wordt vanaf die tijd overal op 2 november gebeden voor de gedachtenis aller zielen. Die 2 november is niet willekeurig gekozen. De dag ervoor is het Allerheilige. En in Mexico vieren ze op deze beide dagen de Dia de Muertos. Tegenwoordig doen wij weer een dag eerder ook massaal mee aan Halloween. Er is in deze dagen dus bijna niet te ontkomen aan mensen die overleden zijn. Of je nou gelooft of niet. Moeha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 h